Hey, denk jij er ook vaak over na? Hoe je je leven het meest vruchtbaar tot eer van God kunt leven en hoe je anderen kunt helpen om Jezus te vinden? Wonderful. Want is dat niet onze dagelijkse roeping als christen, waar we ook zijn en gaan? Ik ben Helene en ik woon in Beirut, de hoofdstad van Libanon. Ik mag hier de lokale kerk dienen in haar missie om Gods liefde zichtbaar te maken in de samenleving. Daarvoor werk ik in een christelijke peuteropvang. En daarnaast mag ik jonge gelovigen helpen in hun geestelijk groeiproces. Uitgezonden zijn betekent uit je comfortzone gehaald worden. Het leven in een nieuwe cultuur heeft veel obstakels, maar het is ook enorm verrijkend en interessant. Samenwerken met de lokale kerk maakt je nederig en laat je nieuwe kanten van Gods wezen ontdekken. Het schaaft ook je eigen karakter, het schudt aan je zekerheden, het brengt diepe teleurstellingen en immense vreugde. En het werpt je telkens weer terug op God zelf. Spreek dit tot je hart? Voel je dat het tijd is om uit je comfortzone te stappen? Heb je een liefde en passie voor God en zijn koninkrijk? Misschien roept God je wel voor een bediening in het buitenland. Neem gerust contact op.